Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is donderdag en ik ben mijn ontbijt aan het klaarmaken om mee te nemen naar werk. Even kijken. Ik heb lactosevrije kwark en ik had glutenvrije muesli. Zo. Een klein beetje opschieten, want ik ben een heel klein beetje laat. Nou ja, ik heb een beetje getreuzeld. Dus ik ga nu eventjes. Oh ja. Vitamine, collageen nemen. Ja. Oh, deze zijn zo lekker. Ze zijn van de Action. Nou. Echt, love it. Hazelnoot. Oh. Almond en pistache. Echt heerlijk. Dus die neem ik mee. Deze. Oh, nog 2 dagen werken en dan lekker weekend. Niet dat ik iets gepland heb dit weekend. Maar ik heb er gewoon zin in. Die moet ik ook mee. Ja. Even kijken. Tralala. Vegan kaas. Ik zou het niet s'avonds al moeten doen, dat scheelt zoveel tijd. Maar ja, dat zeg ik altijd en dan vergeet ik het alsnog. Oké, dit heb ik mee. Ik heb niet zo'n hele lange dag, dus dat scheelt. Slapen. Echt. Lang niet zo gehad. Lekker lang ook. 1 keer wakker geworden. Even kijken. Oh ja, koffie neem ik mee. Hoe laat is het? Zo. Ik vind toch, ik had deze koffie gehaald. Die herfstkoffie van Starbucks. Ik vind toch de normale van espresso het lekkerst. Dus die heb ik ook weer gehaald. Ik weet niet. Ik hou gewoon van die sterke smaak. Ik doe hem even extra sterk, denk ik. Dus misschien. Dan ben ik helemaal aan het stuiteren als ik op school kom. Dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb deze blouse ooit in de sale gekocht bij H&M. Ik moet hem zo eventjes goed in mijn broek doen. En gewoon mijn lievelingsbroek van Zara. En dan ga ik nu nog even een beetje mascara opdoen. Zo. Volgens mij is het al wel licht buiten. Want 1 licht van mijn auto is stuk. Oh, en ik was dinsdag was ik bij QuickFit geweest. En toen hadden ze het gemaakt. Nou ja, geprobeerd te maken. Maar goed, toen ging ik gisteren weer rijden en nou is hij weer een stuk irritant. Maar er was iets met een kabel die was doorgebrand of zo. En dat konden ze daar niet maken. Dus ik moet even kijken waar ik dat dan ga fixen. Nou, mascara. Hop, hop, hop. Mijn haar is een beetje pluizig vandaag. Het staat een beetje rechtop. Normaal zakt het altijd wel naar beneden, maar het is nu gewoon helemaal droog. Misschien doe ik het wel even vast in een knip. Zo. Dan doe ik deze ook even in mijn broek. Ik moet weer een uurtje in de auto zitten. Dus ik doe lekker podcast in. Dat doe ik meestal. En dan, oh ja, dit is beter. Oké. Nou ja, ik doe dus even een podcast in. En nou jeetje, wat flatteus. Welke schoenen ga ik nou weer aandoen?
Ik was gisteren met René aan het bellen. En toen zei ze dat ze nieuwe schoenen had gekocht. Hele leuke schoenen. En weet je wat ik toen heb gedaan? Ik heb ze ook besteld. Echt heel erg. Dus die komen dit weekend binnen. Echt mega leuke schoenen. Maar nu, welke schoenen ga ik nu aandoen? Ik denk gewoon mijn Nikes. Oké. Okay. Toen hadden we de hek opgemaakt van de kleine. En toen ging papa het halen en toen Waar de andere hond? Die ging gewoon. Ik ben weer thuis van een dagje werken. En ik ben ondertussen heb ik al boodschappen gedaan bij de Aldi. En ik ben nog eventjes een beetje thuis aan het werken. Maar ik wil ook nog eens eventjes wat in mijn koffer doen. Voor iets dat is wel leuk om te laten zien. Oh my god, ik heb ook een nieuwe broek. Maar die zit hier al in de koffer. Maar goed, bikini van de H&M. Toch? Ja. Gewoon zwart, die neem ik mee. En een heel klein broekje. Kan wel, deze. Ik denk dat ik gewoon één bikini meeneem. Ik ga niet te veel meenemen. Nou, dit leuke toilettasje van de Quantum. Wat ik gehaald. Teddy stof. Dus daar doe ik het in. Deze broek. Van de Zara. Heb ik nou de goede al teruggebracht? Ja, ik had twee maten. En dit was de goede maat. Hij heeft echt mega wijde pijpen. Dus die neem ik mee. Ik ga al over 4 weken. Na deze week. Nog maar 4 weken. Chillen. Wat is dit dan? Oh ja. Ik vind het echt heel erg. Maar ik heb dat altijd als we op vakantie gaan. Dan koop ik altijd een nieuwe pyjama. Nieuwe strings, onderbroeken, nieuwe sokken. Ik weet niet wat het is. Dat is volgens mij een tik van mij. Ik weet het niet. En een nachthemdje om te slapen van de Zeeman. Echt heel chill. Dan heb ik ook niet een broekje. Heb ik ook niet zo heel veel. Dus alleen gewoon dit hemd. Helemaal lekker. Nou, en dus die strings. Gewoon zwarte. Nou, weet je ook wat voor strings ik draag. En die sokjes. Dat boek ga ik ook alvast in doen. En nou had ik... Even kijken. Ik vind deze jurk heel leuk om mee te nemen. Ik heb deze ook nog helemaal niet aangehad. Ik ben daar gewoon niet zo van. Ik weet niet waarom ik dat niet doe. Maar deze... Kijk, de kaartjes hangen er nog aan. Het is toch erg. Maar deze gebreide jurk. Ik weet niet hoe warm het daar precies wordt. Ze zeggen tussen de 20 en de 22 graden in oktober. Dus dan kan ik deze leuk aan... En ik heb sowieso een jasje mee. Dus dan gaat deze jurk sowieso mee. En deze ook. Maar misschien dat ik die nog aandoe op een verjaardag. Want mijn broertjes, broer en broertje zijn allebei nog jarig. Dus misschien dat ik dan deze jurk wel aandoe. Dus die doe ik er nog niet in. Ik weet nooit zo goed wat ik mee moet nemen. Ik vind dat altijd heel lastig. En helemaal als je alleen handbagage hebt. Dan denk ik echt. Wat moet ik meenemen? Niet te veel. Ik had de vorige keer veel te veel meegenomen. En toen had ik ook nog dingen gekocht daar. En nou ja, toen kon ik het eigenlijk niet meer in mijn koffer kwijt. Dus dat wil ik deze keer niet weer doen. Dus of ik neem bijna niks mee en ik koop daar alles. Of ik neem gewoon wat dingen mee. Maar dat zie ik nog wel even. Nou, dat wil ik even laten zien. Ik heb gewoon zo'n klein koffertje. Dat heb ik echt al heel lang. Nou, het is hartstikke donker hier binnen. Echt niet normaal. Ik was net nog eventjes weer bij de Action geweest. Ik kan het niet laten. En toen had ik dit teddymandje gekocht. Dat was 2 euro. Ik dacht, dat kan ik wel ergens voor gebruiken. Ik ben er niet voor bad, maar ik vond het wel heel schattig. Die heb ik gehaald.
Nou, en nu ga ik heel eventjes op de bank chillen en dan ga ik zo weer verder werken thuis. Het is weekend. Ik heb eventjes deze jas aangedaan van H&M. En ik moet nu eventjes snel een pakketje ophalen bij de Hema. Die schoenen zijn daar binnengekomen. En ik ga even wat pakketjes van Vincent wegbrengen. En dan ga ik nog gewoon even in de stad kijken. Doei. Ik kom net weer thuis uit de stad. Ah, en ik heb even... Oh, ik ben zo blij dat het weekend is. Ik had er zoveel zin in. En ik heb net deze opengemaakt. Kaartjes van Schat vanuit Groningen. Die waren een beetje op. Dus die heb ik opnieuw besteld. En de stickers. Dus die heb ik weer binnen. Dus ik kan weer lekker inpakken. En toen kwam er ook nog een ander leuk pakket. Nou ja, die heb ik opgehaald. Bij de Hema. Oké. Love it. Oh, ik hoop zo hard dat ze passen. Het zijn de Nike P6000. En mijn bestie heeft ze ook. Maar ja, we wonen toch 600 kilometer van elkaar vandaan. Dus, maakt niet uit. Maar ja, beste vriendinnen hebben elkaar schoenen aan. En nu ga ik ze even passen. Oh, love it. Ik vind deze echt fantastisch. Oh, en ze zitten ook nog eens perfect. Oh my god. Love it. Ja. Oh. Kijk nou hoe ziek. Oh mijn god, ik moet even dit even in de... Ik heb normaal altijd goud, maar... Ik vind ze echt geweldig. Oh, nou wil ik dat ze voor altijd netjes blijven. Ga ik die andere ook nog even aandoen. Oh, mag niet op de tafel. Dat is ongeluk. Of dat is... Oh, ja, deze gaan sowieso mee naar Ibiza. Leuk. Oké, okay, nou ik ga eten maken, want ik heb echt heel veel trek. En daarna ga ik... Weet ik nog niet. Morning! Ik heb lekker gesport net. En het was echt zo rustig op zaterdag. Ik hou er echt van. Ik zit eigenlijk te overwegen om alleen maar in het weekend te gaan sporten. Want door de week is het echt... Oh my god. Het is gewoon niet te doen. Deze even af. Het is gewoon echt niet normaal door de week. En nu is alles gewoon vrij. Ik lag gisteren echt al om 9 uur in bed. En ik sliep ook gewoon om 9 uur. En ik werd om 7:30 wakker. Nou, wat een tijd heb ik geslapen. Ik was ook zo knettermoe. Niet te doen. Even kijken. Ik ga eventjes een lekker ontbijtje maken. En mijn collageen is bijna op. Ik heb er wel echt een dikke maand over gedaan. Dus dat is wat veel. Oh, ik ben helemaal slap. Ik moet echt wat eten. Heel chill. Het is ook een beetje kwark. Hoe heet het? Griekse stijl. Griekse stijl, yoghurt. Ik heb hier nog een beetje in. Dan doe ik gewoon een beetje muesli erbij. Zal ik ook proteïnepoeder erin doen? Nee man, bullshit. Ik doe al gewoon alleen dit. Oh, ik ben gewoon helemaal misselijk van de honger. Dit een beetje. Oh, ik vind het echt knap van mezelf dat ik gewoon ben gegaan. Ik lag in bed en ik dacht, oh, ik ga aan iets. Maar toen dacht ik, jawel Anna, let's go. Doe het maar gewoon. Dan zit je toch alleen maar in je bed.
En ik voel me nu echt wel chill. Dus dat is altijd wel fijn. Ik denk altijd, oh, dan moet ik daar helemaal heen. En moet ik sporten. Maar ik voel me echt kip lekker. Ik heb helemaal energie. Maar ik heb gisteren ook deze gehad, by the way. Zo'n eclair. Nou, toen dacht ik ook, nu moet ik echt naar de sportschool. Hij was helemaal niet lekker trouwens. Ik dacht dat er slagroom in zat. En er zat echt, het was echt een teleurstelling. Er zat van dat roomspul in. Weet je wel, dat het ook altijd in zo'n puddingbroodje zit. Ik wilde slagroom, net als in een bossenbol. Maar helaas. Ik ga even wat schatjes opmeten. Dat doe ik altijd. Dan zet ik het hier klaar. Dan heb ik foto's gemaakt. En dan ga ik nu alles even opschrijven en opmeten. Ja, leuke vaas. Helemaal leuk. Oh, deze. Irritant is deze. 18 centimeter bij 7. Nou, en dan kan ik, dus plak ik het er altijd zo op. En als ik dan die posts maak op Instagram, dan moet ik ook even de maten erbij. En dan staat het al erop. Handy. Oké, ik ga het even doen. Oh, ik sta buiten bij de kringloop en het regent zo hard. Dus ik blijf nog eventjes zitten. Oh, het is echt bizar. Opeens ook echt een dikke bui. Niet normaal. Dus ik blijf nog even zitten en dan ga ik zo eventjes een rondje kringloop doen. Het is echt niet te geloven dit. En ik heb mijn uks aan. Help. Ik ben net even heel snel naar de kringloop geweest en heel snel naar de IKEA. Dat komt, want ik hoefde alleen maar naar de eetafdeling. En toen heb ik deze geweldige cinnamonbroodjes gehaald. Dat was het vorige week ook al gehaald. En ik heb heel netjes gedaan. Ik heb er nog 3. Maar ik vind ze echt heerlijk. Nou, die doe ik helemaal leuk in dit kwaad dingetje. Oh, dat past. Dat passen ze niet allemaal in. Nou, dan moet ik er 2 op eten. En ik zag ook dit. Dit is al van het deeg. Dat lag in de koeling. En dan kan je koekjes maken van gingerbread. Ik dacht, dat ga ik even proberen. Dat is leuk voor de kerst. Maar dat kan ik nu alvast even voorproeven. Dus dat ga ik doen. En kijk. Deze zit helemaal vol. Lekkere koekjes. Ik vind dat wel leuk als iemand hier koffie of thee komt drinken met een lekker broodje erbij. Van de theetjes zetten ze ook. Het is echt een gekkenhuis bij de IKEA, maar het is logisch op zaterdag. En met het vreselijke weer. Maar dit kopje had ik ook nog bij de Quantum gekocht. Lijkt een beetje op marmer. Leuk voor de thee. Ik heb eigenlijk alleen maar koffiekopjes. Dus ik dacht een theekopje is ook leuk. Laat ik niet zien. Ik ga even lekker de deur maken. En dan ga ik even chillen. Ik ben zo moe. Ook al, ik heb vannacht echt 10 uur lang geslapen. Maar ik ben gewoon zo moe. Ik weet niet waardoor het komt. Door het weer. Het zal vast wel een reden hebben. Ik ben gewoon moe. Dus ik ga even lekker een beetje chillen. En misschien even een filmpje kijken of zo, of toch gezien. Dus dat ga ik doen. En ik heb nog steeds mijn hoeks aan. Want het is heel koud buiten. Ik ga regenachtig. Good morning. Het is dinsdag. En ik heb net eventjes thuis een workout gedaan. Dit is mijn outfit voor vandaag. Een lekkere grote oversized blouse. Ik ga mezelf eventjes opmaken, want ik ben een beetje laat voor werk. Kijk nou even hoe gezellig dit is. Ik heb die lampjes bij de Action gekocht. Oh, dit is toch helemaal knus zo. En ze waren €8,95. En ik vond het wel heel gezellig, dus ik heb ze gelijk opgehangen. Sorry hoor, maar dit is toch helemaal het einde. Oh my god, ik lig hier echt vet lekker in bed. En ik heb lekker kwark met een beetje muesli en pepernoten. Oh, en nu ga ik even lekker een serietje kijken.
En dan ga ik lekker slapen. Ik ben echt zo goed in vloggen. Het is echt niet normaal. Ik ben ook weer echt een partijtje verkouden. Nou, ik weet, dit is gewoon niet verkouden. Dit is echt gewoon hooikoorts, huisstofmijt, weet ik het wat allemaal. Dus ik zit de hele dag weer echt al 1000 keer te niezen. Ik ga deze vlog afsluiten. Ik ga even lekker een pompoenrisotto maken. Ik heb met deze pompoen helemaal in stukken gesneden. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ik doe het lekker met vega kip. Het is hier altijd een grote bende. En dan ga ik het zo lekker maken. Nou, ik ga deze vlog afsluiten. Dat zei ik net al, maar ondertussen heb ik risotto gemaakt en ben ik dat nu aan het eten. En dan zie ik jullie volgende week weer. Ik heb gisteren trouwens op Instagram gezegd dat ik 4 en 5 november in Sari Boutique sta. Dat is een heel leuk woonwinkeltje in Groningen. Met allemaal leuke woonaccessoires en kleding en sieraden en zo. En ik ga daar dus het weekend van 4 en 5 november staan met mijn schatjes van Schat van Huis in Groningen. Dus dat zijn allemaal vintage spulletjes en zo. En ik zal er later nog wel meer over delen, maar ik dacht, ik zeg het nu alvast. En dan ga ik hem nu afsluiten en dan zie ik jullie volgende week weer.